was gisteren toch een beetje hectisch. Om 11.35 uur bereikte ons bericht dat Toos van Bree, onze Toos, een lintje vleeën had gekregen door de koning. Het heeft zijn majesteit de koning behaagd Toos van Bree te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Deze keer was de vervaren er niet bij betrokken en wisten we als bestuur met z'n allen op helemaal nergens van. Dat was de bedoeling. Dat is in ieder geval gelukt dan. De vraag was meteen, moeten we vanavond op de repetitie in serenade geven of nog gaan brengen of moeten we dat op een later tijdstip doen? Dat er een serenade met felicitaties uit de gemeenschap moest komen stond buiten kijf. Een lintje krijgen is niet voor iedereen weggelegd en dat is heel bijzonder. Is Toos wel aanwezig vanavond op de repetitie of is ze wel of niet thuis? Ik kon gisteravond helaas niet op de repetitie komen waardoor het lastig was om een en ander in goede banen te leiden. Maar gelukkig werd het een en ander direct goed opgepakt door enkele bestuursleden. Jongens, bedankt ervoor. Nou, ik had me al afgemeld, want ik ga even aan. Ja. Hebben ze dat goed gedaan. Omdat Toos al vele jaren vrijwilligerswerk doet en heeft gedaan, binnen en buiten Vochtum, zoals de vrouwenorganisatie Vochtum Mullum, volkdansgroep Vigro, Stichting MNA, Onze Lieve Vrouwenprochie, Basisschool Sint Anna en misschien nog wat meer waar ik geen weet van heb. Toos, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding en wat ons, de vervaren betreft, vind ik dat deze onderscheiding dik en dubbel verdiend is. Wees er trots op Toos, het is je gegund en daarom voor jou dit langzaam leven. Ik vind het wel heel leuk. En met de dingen die ik allemaal zo geordend zit, die ga ik gewoon weer doen. Ik schijn heel iets meer. Ja, wat is dat? Want we gaan verder. En donderdag op repetitie, dan drinkt er een brander. Voor de genitalie, ja. Thank you.